We hadden het even over politieke harakiri van het CDA. Ja. De WW verkorten. Wel even iets omhoog, maar dan veel korter maken. Ja. Bonden zijn woedend. Iedereen is eigenlijk boos nu. Linkse partijen. Terwijl het CDA hier eigenlijk gewoon een advies overneemt. Hè, van de commissie Borstlab. Die hebben onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt. Hoe kan je dat nou verbeteren? En die zeggen, als je de WW nou hoog en kort maakt, dan zorg je er niet voor dat die mensen, als ze hun baan verliezen, niet meteen die eerste maanden ineens veel minder geld op hun bankrekening krijgen. Want dat is een probleem wat vaak voorkomt, waardoor mensen in één keer hun private lease auto niet meer kunnen betalen, bijvoorbeeld. Ja. Dus zorg dat in het begin. Noem eens wat. Ja, ja, en een advies trouwens, wat kamerbreed van links tot rechts begin 2020 ook op instemming kon rekenen. Dus ja. Ik ben wel wat verbaasd over alle hoog oplopende. Maar begin 2020, toen hadden we nog niet de corona. Als politicus moet je de geschiedenis op de panden van de jas trappen, hè? Dus dat betekent. Ja, ik heb geen geschiedenis gestudeerd, dus deze volg ik niet. Mooie uitdrukking. Wat het betekent is, je kan wel zeggen, ja, in 2020 vond iedereen dat, maar we zitten nu dus inderdaad in een andere werkelijkheid. Maar dat is heel terecht. En dan is het ook goed om vast te stellen dat dit niet iets is wat je morgen invoert, maar dat dit een discussie is voor de komende jaren. Die gaat over de brede arbeidsmarkt. En dat rapport waar nou net over gesproken werd, dat is een analyse geweest. We weten het allemaal. In Nederland zijn vaste contracten veel te vast, waardoor overigens ook veel werkgevers heel terughoudend zijn met het in dienst nemen van mensen. Daardoor is de flexibilisering, de ZZP-isering, helemaal doorgeschoten in dit land. En in dat rapport zaten allerlei voorstellen om dat te gaan veranderen. Het zijn vooral namelijk jonge mensen, laag opgeleide mensen die geen vaste contracten meer krijgen. Ouderen die ontslagen worden, komen gewoon niet meer aan de bak. En in dat rapport stonden allerlei voorstellen om daar wat aan te gaan doen. Maar je kan je afvragen of het slim is om als lijsttrekker van het CDA 2 weken voor de verkiezingen eens even in een interview met het AD te zeggen, goh, laten we de WW eens een jaar korter maken. Ja, dat kan je zeggen. Ik vind dat wij een eerlijk verhaal moeten vertellen. En volgens mij is dat waar mensen op zitten te wachten. Als je doorpakken. Weet, als je nu doorpakken. Doorpakken, ja. Nu doorpakken, absoluut. Doorpakken. Van, dit is wel een discussie. Betekent doorpakken dan van, nou, we hebben het al heel erg moeilijk met die corona, we drukken jullie nog wat meer de moeilijkheden in. Nee, dat is ook niet correct wat je nu... Dat was een vraag. Nou ja, er zit een klein beetje een impliciete stelling zit daar in. Voor onderstelling. Ja, kleintje maar. Maar dit is een discussie die voor de komende jaren relevant wordt. En als je jezelf als politieke partij serieus neemt, en dat doen ze allemaal, want ze hebben allemaal in hun verkiezingsprogramma hebben ze zaken opgenomen voor de komende jaren, dan moet je er iets aan doen, waardoor je kunt zorgen dat jonge mensen weer een contract krijgen, een vast contract krijgen, in plaats dat iedereen weggeduwd wordt in ZZP-constructies. Dat hebben we ook juist in de corona gezien, hè. Welke mensen vlogen er het eerst uit? De mensen die op een of andere onduidelijke constructie ergens werkten, die zaten meteen thuis. En WW, dat bestaat dan helemaal niet meer. Maar het zou pas sociaal zijn dan om het minimumloon dan ook toch wat omhoog te doen? Of doen niet? Wij ook bij het CDA. Nou, en als je kijkt, niet helemaal het geval. Jawel, zeer zeker wel. Kijk maar in de doorrekening. Nou, als je kijkt naar de WW-voorstellen die wij doen, het is nu meteen vanaf het moment van ontslag pats naar 70%. Wij zetten dat op 90% en dat duurt bijna een jaar. En 3/4 van de mensen heeft na dat jaar een nieuwe baan. Maar dan wordt het na een jaar wel nul als je geen nieuwe baan hebt. Ja, dat klopt. En daarvoor zijn de andere voorstellen in het CDA-programma juist zo fantastisch. Want daarin is opgenomen bijvoorbeeld dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt eerder aan de bak kunnen komen. Een goede korting voor werkgevers om mensen die bijvoorbeeld een chronische ziekte hebben, om die extra geld te geven om die mensen in dienst te nemen. Doe ook iets aan de doorbetaling bij ziekte, waardoor het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen. Ik word gewoon heel goed geleerd, even doorpraten op het moment dat een. Maar ja, maar ik vind dat muziekje komt er dan zo lekker op. Ja, nee, dus dan weet je dat je eruit kan. Nee, kan je het een beetje rappen anders? Oh, dat kan ook. Nee, maar je zegt het even over het minimumloon. Maar ik had toevallig Wopke 2 weken geleden. Ik mocht ook Wopke zeggen toevallig aan de lijn. En die zei van nee, maar we gaan de belastingen wat omlaag doen. Dan doen we niet het minimumloon omhoog, maar dan gooien we de belastingen omlaag. In ons verkiezingsprogramma zit ook een hoger minimum. Dus Lilian Ploem had het niet goed gelezen in het verkiezingsprogramma. Nee, die had het niet goed gelezen, maar dat is vaker gebeurd. Ja, is dat vaak het geval bij Lilian Ploem? Ja, recent begon ze daar ook over dat wij vonden dat de BTW op fruit en groente niet naar beneden. Maar dat zit ook gewoon in ons verkiezingsprogramma. Alleen dat moet je echt in Europees verband doen. Ja. Anders heb je. Maar Lilian leest selectief, hoor ik wel. In dit geval wel. Ja. Niet altijd dus. Nee, laat ik een beetje. Hoe doet Wopke tot nu toe? Nou, ik vind het wel heel goed. Ja, had je het zelf beter gedaan?
Oh, wat een mooie vraag is dit. Ja, die is niet aan de orde. Fantastisch. Nee, jeuken je handen als je naar hem zit te kijken. Dat had ik beter gedaan, dat had ik anders gedaan. Nee, ik vind dat hij het echt heel erg goed doet. Ja. Zonder meer. Je kan moeilijk anders zeggen. Toch? Ja, echt waar. Ja, ik vond dat in die camera kijken altijd... bij dat debat, dat vond ik echt gênant. Ja, dat was ook nee, weet je, hiervoor zei ik altijd wees wijze, kies Keizer. Nu zeg ik wees wijze, kies Wopke. Ja, dat loopt niet. Nee, het is, nee. Ja, ik heb allerlei wees wijze... Wil Wopke, ja, zoiets. Maar dat is zo. Ja, dat moet wat meer. Dus iedereen die nu denkt en die zegt: ik heb hem. Nou, ik zeg, mail hem even aan. Misschien moeten we dan toch weer terug naar wees wijzer, kies Keizer. Gewoon dat we moeten zeggen: ja, vanwege de slogan schrijven we toch weer Mona naar voren.